Hey weegschaal, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand juli. Ik ben een beetje later, maar door omstandigheden is het echt niet gelukt. Maar bij deze ben er vandaag en we gaan even kijken welke boodschappen er voor jullie mogen uitkomen. We gaan even kijken voor de weegschaal. Voor de maand juli. Zo, even kijken. Oké, weegschaal. Het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die nogal helemaal recht door zee is. Iemand die heel eerlijk is, maar toch op de een of andere manier verwarrend loopt. Het is iemand die een volledig nieuw wil starten, het risico wil pakken, maar zich dingen aan het afvragen is, zorgen aan het maken is, verwarrend loopt. Confusing, gelijk geen keuze maken. Vandaar dat het dus een risicovol is om iets nieuws te starten. Het kan zijn, weegschaal, dat jij er zo over denkt, dat dit uw energie is, dat jij niet goed weet van, wat ga ik hier eigenlijk doen? Maar er wordt gevraagd om in balans te blijven en zeker uzelf niet weg te cijferen. Want er ligt hier echt wel een nieuw hoofdstuk voor u klaar, een nieuwe bladzijde. Maar het kan zijn dat je nu te veel in je emoties zit, dat je nu te veel in een verwarrende energie zit en wordt er eigenlijk gevraagd om het een keer rationeel en vanuit een objectieve manier een keer te gaan bekijken, om zoveel gemakkelijker je keuze te gaan maken voor dat nieuwe begin dat je wilt. Dan gaan we een keer clarify, we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Een keer dieper op ingaan. Je zei verwarrend in verband met een soulmate. Het kan zijn dat deze persoon jonger is dan u. Die persoon brengt u gewoon in verwarring. Ik ga het zo zeggen. Dit is iemand die emotioneel jonger is, emotioneel onvolwassen is. Dus het kan zijn dat deze persoon wel jonger is dan u. Want jij valt wel als een koning eruit en de andere persoon valt als een schildknaap eruit. Dus ik heb wel het gevoel, deze persoon maakt u verwarrend, maar heel deze situatie is voor u ook verwarrend. En toch is het een soulmate-connectie, maar het is iemand die... het is sowieso iemand die je kent, maar ik heb altijd zo het gevoel, als ik deze kaart zie, dat dat iemand is die eigenlijk meer vrienden wil blijven. En dat brengt u van in verwarring. Er ligt wel passionele communicatie. Het kan zijn tweeling. Weegschaal wil ik bedoelen. Ik heb daarna tweeling opgenomen vandaag. Het kan zijn, weegschaal, dat jij op reis gaat. Nu natuurlijk, het is het moment, het is de periode om op reis te vertrekken. Maar ik zie hier in mijn kaarten, dat gaat actie ondernomen worden om op reis te kunnen gaan. Misschien kan dit helemaal plots gebeuren dat je op reis gaat. Maar
Dat is voor mij een persoon die eigenlijk geen relatie wilt. En dit brengt u van in verwarring, confusing, geen keuze kunnen maken. Het is iemand die u eigenlijk als single houdt, ik ga het zo zeggen. Die ervoor zorgt dat je niemand anders hebt of dat je niet verder geraakt in je leven. Dat je uiteindelijk gewoon single blijft. Dat gevoel heb ik van deze persoon. Ook al is de soulmate connectie. Het is iemand die zijn opties openhoudt. Punt. Dat is het gewoon. Heel sterk schorpioen. Het kan iemand zijn met kreeft en Venus. Dat is wel veel, hè? Drie kaarten. Nou, ik heb het gevoel dat je een volledig nieuw begin wilt. Kijk, weegschaal, als deze persoon je in verwarring brengt, maak voor jezelf een objectief of een rationeel keus. Want er ligt hier duidelijk twee maal een nieuw begin. Een nieuw hoofdstuk, een nieuw bladzijde. Je gaat jezelf moeten beschermen. Kijk, dat zijn dus die twee kaarten die eruit vielen, hè, daarnet. Maar je staat op dit moment op een kruispunt. Je weet niet wat je moet doen, omdat je in een verwarrende energie zit. Maar probeer jezelf te beschermen en probeer vertrouwen te hebben in jezelf. Kan ik hier verder kijken? Dit is iemand die eigenlijk nog veel heeft te leren. Maar je gaat sowieso een boodschap krijgen van deze persoon. Het is iemand die de opties openhoudt en die u als single houdt. Het kan zijn dat deze persoon in uw bepaalde situaties u triggert, spiegelt en bepaalde situaties op u projecteert. Neem dit dan als een teken. Want deze persoon heeft verschillende tekens, maar je mag daar eigenlijk meer alerter in zijn. Dat zijn tekens dan ze geven van hierboven. Dus het zou wel een keer kunnen, want soulmates die gaan altijd bepaalde situaties op elkaar projecteren, maar ze gaan elkaar ook altijd gaan spiegelen. Dus wat wilt jij niet, wat wilt jij wel? En dat zijn zo wat de tekens wat je kunt eruit halen. Kijk, dat is sowieso iemand die gaat terugkeren. Het kan zijn dat deze persoon komt, gaat, omdat dat iemand is die zelf in een confusing energie zit. Maar dit is iemand die sowieso terugkeert. Het is een soulmate connectie. Het is iemand die de opties openlaat. Dus ik heb heel sterk het gevoel, weegschaal, dat jij op een... Oh, die kaarten vallen allemaal zo uit. Dus ik heb wel heel sterk het gevoel dat je voor jezelf een keuze moet maken vanuit een rationele manier. En dan ligt er hier een volledig nieuw begin voor u. Maar deze persoon gaat sowieso terugkomen. Het kan zijn dat deze persoon altijd naar een derde partij gaat. Dat het al een lange strijd is tussen jullie. Toch heb jij het gevoel van het is voorbestemd. Maar je gaat deze persoon moeten achterlaten. Je moet niet, hè. Dat zijn de kaarten die dit vertellen. Maar als jij een volledig nieuw begin wilt. Een nieuw hoofdstuk. Een nieuw bladzijde wilt omslaan. Dan ga je alles vanuit een objectieve, rationele manier moeten gaan bekijken. Want deze persoon zit met geheimen. En de geheimen kunnen natuurlijk de derde partij zijn. Het is iemand die sowieso gaat terugkeren. Die een boodschap gaat brengen. Die zich gaat willen excuseren.
iemand die zo charmant is, ga ik maar zeggen. Zo van, ja, en ik wil dit met u en ik wil dat met u, maar die persoon maakt dat gewoon niet waar. Omdat die persoon zit gewoon in een illusie. Die persoon maakt zichzelf dingen wijs. En dat is uw spiegel. Want jij bent automatisch ook jezelf iets aan het wijsmaken van, wij kunnen samen iets opbouwen. Dat is wat ik wil bedoelen met de tekens. Het is iemand die luchtkasteel aan het bouwen is. Maar we gaan een keer verder kijken voor de weegschaal. Je gaat heel hard werken aan jezelf. Je gaat wel nog naar deze persoon. Je gaat er wel nog naar terugkijken. Kijk, als jij die rationele beslissing gaat maken voor jezelf, maakt niet uit welke beslissing het ook is, als jij je er maar goed bij voelt, als jij er maar gelukkig van wordt, kan het zijn dat je wel naar deze connectie nog eventjes gaat blijven naar terugkijken eigenlijk. En dat ga je van strubbelingen geven, van heb ik de goede keus gemaakt? Had ik niet beter zo moeten doen? Ik had het dit moeten doen? Of ik had het si moeten doen? Of ik had het la moeten doen? Wordt er toch nog altijd steeds gevraagd om toch aan jezelf te werken. Ik zie ook dat hij heel hard in jezelf gaat werken. Hij gaat jezelf als prioriteit stellen. Voor sommigen onder jullie gaan jullie meer gaan willen sporten of gaan jullie meer een actievere leven willen leiden. Iets meer gaan wandelen, misschien naar de sportschool gaan, al is het alleen maar cardio, maakt niet uit, maar je gaat gelijk investeren in jezelf. Op allerlei mogelijke manieren gaan voor iedereen verschillend zijn. Maar toch heb ik wel het gevoel dat er hier een andere soulmate-connectie op je pad zou kunnen komen. Waarvan jij weer opnieuw uit balans gaat komen. Van, ja, maar gaat dat je weer hetzelfde zijn als in de schildknaap hier? Dus als jij in je hoofd blijft, maar wel op een gezonde manier en aan jezelf blijft werken, ga je ook veel gemakkelijker gezonde keuzes maken. Dan ga je ook veel beter weten wat dat voor u goed is. Als ik het zo goed mogelijk uitgelegd heb. Het kan zijn, sommigen onder jullie gaat het financieel misschien ietsje minder, maar gaat daar hard aan werken. Dus sommigen onder jullie gaan een opleiding doen, gaan een cursus volgen of krijgen de voorkeur om een soort van training te doen op je huidige job, waardoor dat je promotie krijgt, waardoor dat je iets meer kunt gaan verdienen. Maar er wordt gevraagd om zelfliefde te hebben, want er is iets wat al voorbestemd is na een zeer lange strijd met deze persoon hier. Ik ga dat terugnemen, maar ik wil eigenlijk maar één kaart. Allee, je gaat geduld moeten hebben met deze situatie. Ja, er wordt toch gevraagd om jezelf nog altijd te beschermen, uw energie te beschermen, uw aura te beschermen. Om dicht bij jezelf te blijven en toch een pauze te gaan nemen voor jezelf. En zeker vertrouwen te hebben in jezelf en in het universum. Want er ligt hier wel iemand die als team verder wilt. Iemand die wilt in een fork wilt doen. Die dingen wilt opbouwen, die moeite wilt doen, die er wilt aan werken. Maar vooraleer dat deze connectie op je pad komt, ga je wel eerst aan jezelf werken. Vandaar dat wordt gevraagd om geduld te hebben, zodat jullie beiden op dezelfde energie kunnen vibreren. En dat is toch wat je wilt, iemand aantrekken die op je eigen energie vibreert. Dus hoe hard jij aan jezelf werkt, hoe meer zelfliefde jij hebt, hoe meer je deze persoon gaat aantrekken die ook in deze energie staat. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het bestaat, het kan. Als je er blijft in geloven. Er zal wel veel lust en verlangen zijn naar elkaar toe.
Je gaat sowieso in je kracht komen. Ja, maar je mag in overhaven gaan. Je moet je overgeven. Je moet in overhaven gaan en dit gaat allemaal positief uitpakken. Kijk, mochten er sommigen onder jullie hè, een beetje financiële strubbelingen hebben en je gaat heel hard aan jezelf werken, ook jij gaat er heel sterk uitkomen. Je gaat er krachtiger van worden. Ik had dat gevoel bij de reading van tweeling ook. Die gingen ook iets meemaken en die gingen er ook heel sterk uitkomen. Ja, de persoon die je in verwarring brengt, heeft nog altijd vrij veel passie voor u. Het is iemand die u niet kan loslaten, maar uiteindelijk is het wel een levensles die wordt geleerd. Die energie gaat nog een beetje blijven hangen hoor, maar ik heb wel het gevoel, weegschaal, er ligt hier een volledig nieuw, passioneel begin om uit je comfort, je gaat uit je comfortzone komen. Het is passievol, het is avontuurlijk, het is levenslustig, het is actie, maar het is wel een levensles die je gaat geleerd hebben. Dus er gaat wel een hoofdstuk afgesloten worden, want dit is de laatste kaart van de tarot en dit is de beginkaart, de eerste kaart. Dus je gaat het leren hoor, je gaat heel die een boek gaat afsluiten en gaat een nieuwe bladzijde openslaan. Het kan zijn dat je misschien wel nog wat eigen scenario's in het hoofd gaat hebben, donkere gedachten gaat hebben, maar probeer in balans te komen. Probeer dat zeker te healen. Emotioneel, spiritueel, mentaal, lichaam. Probeer in balans te komen. Want je mind gaat je wel wat moeilijk maken. De ego gaat de bovenhand en de baas willen spelen. Maar blijf zeker in balans. Dat zijn twee kaarten van balans. Er komt opnieuw vrede en harmonie. Het kan natuurlijk zijn dat deze persoon die je niet kan loslaten, die je in verwarring brengt, die je als een optie ziet, die de opties openlaat, die alleen maar passie heeft voor u, kan u natuurlijk gaan wijsmaken, ik wil u terug. Ik wil u terug. Waarom? Omdat die persoon alleen maar verleiding heeft naar u. Dus je bent op dit moment een les aan het leren. Een grote les aan het leren, weegschaal. Ik heb hier... Wat heb ik hier eigenlijk? Schorpioen, waterman, leeuw, stier, schorpioen, heel sterk. Venus en kreeft. Ram, maagd. Ja, dat zijn zowel de sterke tekens die hier liggen. Oei, ah ja, ik heb er drie nodig, dus we hebben er drie. Er ligt iets nieuws, weegschaal. Alles afsluiten, alles tot een einde brengen, openstaan voor een transformatieproces en er komt een keizer op je pad. Iemand die heel stabiel in het leven staat. Allee, zeg nu zelf, wat wilde nu? Een schildknaap of een keizer? Ik moet daar geen uitleg aan geven, dat zie je gewoon zo. Hè. Maar je gaat alles tot een einde moeten brengen. Je moet niet. Het is een richtingaanwijzer. Je gaat transformeren. Er is geld die naar je toe komt. Want hier zie ik een beetje financiële strubbelingen. Je gaat hard werken aan je financiën. Ik krijg opeens het gevoel dat sommigen onder jullie gaan iemand leren kennen op je werk. Het is iemand die je iets gaat bijleren. Er is ook geld die naar je toe komt. Het kan ook materiële geschenken zijn. Maar probeer uiteindelijk open te staan voor veranderingen. Grote veranderingen. En probeer ook controle los te laten en alles op zijn natuurlijke beloop te laten gaan. Want er ligt hier een keizer. Iemand die stabiel in het leven staat. Iemand die vrij veel wijsheid heeft. Iemand die heel veel heeft meegemaakt en die daardoor wijsheid heeft opgedaan. Een hele slimme man. Een hele sterke mannelijke energie. Masculine energie. Voor de mannen die nu kijken, gaat het dan een keizerin zijn. Hè?
gaan we kijken welke liefdesboodschap je mag ontvangen. Dus het kan een ram zijn die op je pad komt. Er ligt een einde met een schorpioen. Die voor iedereen natuurlijk. En ik heb hier de runner. Runner in a codependent relationship. Fear of intimacy. Listening to ego. Dat kan deze schildknaap zijn. Maar ik dan niet zeg dat dat iemand is die altijd naar een derde partij gaat. Ofwel heb ik het gedacht, maar niet uitgesproken. Ik weet het niet meer. Ik kan het me niet meer herinneren. Soms ben ik eigenlijk gewoon aan het channelen. Ben ik dingen aan het horen die ik eigenlijk aan het vertellen ben. En ik ben dat heel snel vergeten. Dus het kan, want ja, deze persoon komt terug. Dat is iemand die waarschijnlijk loopt naar een ander en dan weer terugkomt naar u. Die u daardoor in verwarring brengt. En dan hebben we kisses. Ga voor de nieuwe persoon zijn. Unconditionally loving. Giving and receiving affection. Falling in love. En dat hebben we hier met die balans. Mutual. Nemen en geven die in balans is. Dus het komt er zeker aan hoor, weegschaal. Zo, ik hoop dat deze reading duidelijkheid heeft mogen brengen. Dat je antwoorden hebt mogen vinden. Ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ook voor jullie geduld. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.